يا ابن أمي جارت الدنيا علينا، يا أخي إنا من الأسر أهتينا. يا ابن السلام عليكم برودرز اند سيسترز. Imam Hussein, de kleinzoon van de profeet, wat hem overkwam, is echt breed. Door hem bleef de islam en viel het niet uiteen. Maar nee, imamene, u bent zeker niet alleen. Wij Shiiten herdenken u ieder jaar. Wij houden van u en haten de moordenaar. Yazid ibn Muawiyah deed zich voor als een goed mens. Het enige wat hij wou is de troon, dat was zijn wens. Zonder imam Hussein was er geen dien en kreeg Yazid steeds meer aanzien. Maar onze dappere imam ging voor ons geloof, zo vermijdde hij een godsdienstkloof. Imam Hussein zien wij als een van de gladiatoren, want zijn bloed ging voor de islam verloren. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.